ook één binnengekomen van Nilando. Psycholoog. Jezus Christus. Psycholoog. Dat kan haast niet, toch? Ja, ik geloof dit wel. Ik geloof het ook, ja. Ja. En het is vooral als je erover na gaat denken, gaat, ja, dan, is die moeilijk. Het woord emilimatie. 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 Oh, hij lukt ook gewoon. Ja, maar dit... Nog één keer. Het woord emilimatie. Emilimatie. Oh, maar je gaat zelf ook helemaal de mist in nu. Het is gewoon niet gelukt ook. Naast de corona-zelftesten kun je straks ook zelftesten voor geslachtsziektes in de schappen van de Albert Heijn vinden. Het gaat om die voor gonorreu en chlamydia. Is dat een staafje? Dat is wel echt heel romantisch. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. In de kroeg dat je ook meteen zegt, nou, doe even die test. Ja, zeg het maar. Hey, nou, een aantal jaar geleden waren die meiden van mij, die waren nog wat kleiner, 5, 6 jaar. En ik op een gegeven moment, ik ben op de gang, ben ik wat aan het studderen boven. En ik hoor die meiden een gesprekje met elkaar hebben en ik hoor een paar keer het woord schaamhaar vallen. Dus ik denk, wat is dit zo? Dus ik loop die kamer in. Ik zeg, zo, dames, ik zeg, waar we hebben het over? Dan zegt de ene, die kijkt me aan, die zegt, schaamhaar? Ik zeg, oké, okay, zeg maar, wat is dat dan? Ja, zegt ze, dat heb jij. Toen zei hij, nee, dat heb jij, zegt ze. Ik zeg, ook, okay, maar waarom heb ik dat dan? Ja, jij hebt een kale kop, want je schaamt je voor je haren. Daarom scheer je het af. Wow. Oh. Ja, dat is fantastisch. Wat leuk, dankjewel. Ik ga ook eens mijn kerstpakket ophalen. Wat goed, dat moet ik ook nog doen. Oh, precies, dus ik ben daar naartoe gelopen. Onder begeleiding van onze lieve collega Snacksper Eker. Die was mee, dus ik ben getuige. Ik kreeg hem niet mee. Je kreeg je kerstpakket niet mee? Nee, ik stond niet op de lijst. Ah. Oh. Moest al. Je hebt je niet aangemeld. Nee. Ja, dit is voor Frank iets heel bekend. Ja, dit ken ik dit. Maar moet je aanmelden voor een kerstpakket? Is er dit had ik bij de televisiering. Ja, dus je kan uitgenodigd worden voor een kerstpakket. Ja. Maar je moet je ook wel even aanmelden. Ja, nou, blijkbaar heb ik dat niet gedaan. Maar ik moet morgen langskomen. En als het er morgen niet is, moet ik overmorgen langskomen. Maar wat moet je doen dan? Niks. Ik moet op een lijst staan. Maar, ja, ik sta, maar er ligt dus een hartstikke mooi cadeaubon ergens voor je dan. Want het is €75 cadeaubon. Ik wil dit echt hebben en besteden. Maar ja, ik heb geen idee. Zij begreep niet. Je bent maar geen misschien dienst. Dat ze jou gewoon niet zien als werkkracht. Maar als. Als. Ja, als. Als. Ja, ja. Dat is het, joh, ja. Die hoeft er niet ook nog een kerstpakket te geven. Alleen als je hier echt werkt. Ja. Als je ook echt iets verzet op een dag. Dus er zijn niet de hele dag je zolder opruimt. Ja. Dan mag je een kerstpakket. Goed punt.